Wij wonen op de aarde. De aarde is een planeet die rond de zon draait. De zon is een ster, net zoals al die stipjes die we 's nachts aan de hemel zien. Nou ja, de meeste stipjes zijn sterren met eromheen planeten. Hoeveel van die sterren zijn er wel niet? Sterrenkundige Carl Sagan stelde ooit dat er meer sterren in het universum zijn dan zandkorrels op alle stranden op aarde bij elkaar. Meanwhile, the cosmos is rich beyond measure. The total number of stars in the universe is larger than all the grains of sand on all the beaches of the planet Earth. Het is een prachtige visualisatie van het ongrijpbaar aantal sterren. Hier in mijn hand heb ik al 1 miljoen sterren. Stel je een compleet strand voor en al die zandkorrels zijn sterren en al die zandkorrels van alle stranden in de hele wereld bij elkaar stellen allemaal sterren voor met daaromheen planeten. En ook planeten zoals de aarde. Maar klopt die stelling eigenlijk wel? Laten we dat eens uitzoeken. Ten eerste, hoe groot is het universum? Dat weten we niet. Daar heb ik al eens een video over gemaakt. Het universum bestaat uit een zichtbaar deel en een deel dat we niet kunnen zien, omdat het zo ver weg staat dat het licht van die sterren ons nog niet heeft bereikt. Sterrenkundigen vermoeden dat het onzichtbare deel van het universum minstens 10.000 keer zo groot is. En misschien wel oneindig groot. Weten we niet. Maar van dat zichtbare deel weten we wel heel veel. We weten hoe groot het is. En daarmee kunnen we schatten hoeveel sterren erin zitten. Het universum heeft een diameter van zo'n 90 miljard lichtjaar. Een lichtjaar is grofweg 10 biljoen kilometer. Dus de diameter van het universum is 900 triljard kilometer. Dat is een 9 met 23 nullen. Dat volume passen heel veel sterren. Die zitten bij elkaar wat we noemen sterrenstelsels. Een sterrenstelsel zoals onze eigen Melkweg bevat 100 tot 200 miljard sterren. Dat is een groot sterrenstelsel. Er zijn juist heel veel kleinere sterrenstelsels. Volgens dit onderzoek zijn er in totaal zo'n 2 biljoen sterrenstelsels met minstens 10 miljoen sterren. We nemen het gemiddelde van 10 miljard sterren per sterrenstelsel. Dan komen we uit op 20 triljard sterren. Dat is een 2 met 22 nullen. Kunnen we dat aantal op een of andere manier toetsen of dat een beetje klopt? Ja, dat kan wel. We kunnen het aantal sterren namelijk ook schatten aan de hand van de expansie van het universum. Sterrenkundigen kunnen zien hoe ver weg sterrenstelsels staan en hoe snel ze van ons afbewegen. Daarmee kunnen we uitrekenen hoe snel het universum expandeert. Twee punten in de ruimte die een lichtjaar van elkaar afstaan, bewegen iedere seconde 2 centimeter verder uit elkaar door de expansie van het universum. Twee punten die 10 lichtjaar van elkaar afstaan, bewegen iedere seconde 20 centimeter verder uit elkaar door de expansie van het universum. Dus, hoe groter de afstand, hoe sneller objecten van elkaar afbewegen. Even een kanttekening, objecten zoals sterren en sterrenstelsels bewegen vooral onder invloed van zwaartekracht. Alleen bij afstanden van vele miljoenen lichtjaren
wordt de expansie van het universum daadwerkelijk meetbaar. Volgens de algemene relativiteitstheorie hangt de mate van expansie af van de totale massa in het universum. Dus, aan de hand van de waargenomen expansie van het universum, kunnen we schatten wat de massadichtheid is. Die is ongeveer zo klein. Dat is de gemiddelde dichtheid van het universum. Dit cijfer laat zien hoeveel lege ruimte er is. Slechts een klein deel van deze massa komt af van sterren, ongeveer 1%. De rest zit vooral in wat we noemen donkere materie en donkere energie. Dus, we vermenigvuldigen de dichtheid met het volume van het zichtbare universum en daar nemen we 1% van, dan hebben we een schatting van de totale massa van alle sterren in het zichtbare universum. Dat is ongeveer 40 octiljard kilogram, oftewel een 4 met 52 nullen. De gemiddelde massa van een ster is ongeveer de helft van de massa van onze zon. Dat is zoveel. Als we de totale massa van alle sterren delen door die massa, dan vinden we opnieuw dat er ongeveer 20 triljard sterren zijn in het zichtbare universum. Dus dat lijkt wel een redelijke schatting. Maar het kan een rustige factor 10 naast zitten. Hoeveel zandkorrels bevatten alle stranden op aarde? Ook dat weten we niet precies. Maar laten we ook dat schatten. Net als sterren komen zandkorrels voor in allerlei verschillende maten. Ze kunnen een tiende millimeter zijn, maar ook een rotje van 2 millimeter noemen we een zandkorrel. Gemiddeld is een zandkorrel een halve millimeter groot. Wat is het volume van alle zandstranden op aarde? Wel, totale oppervlakte wordt geschat op 700.000 vierkante kilometer. Dat is ongeveer 17 keer het oppervlakte van heel Nederland. Stranden blijken helemaal niet zo diep te zijn, gemiddeld slechts 2 meter. Als we dat volume helemaal volproppen met zandkorrels, dan vinden we dat er 10 triljard strandkorrels zijn. Dus ja, het lijkt erop dat er meer sterren zijn in het zichtbare universum dan zandkorrels op alle stranden op aarde bij elkaar. Maar in deze schatting scheelt dat maar een factor 2. En de foutenmarge is waarschijnlijk wel ietsjes groter. Dat doet niets af aan de visuele kracht van deze vergelijking. Waar in de wereld je ook voor vakantie gaat, ieder zandkorreltje dat je op een strand tegenkomt, representeert een complete ster met daaromheen planeten. Hoeveel aardes zijn er dan wel niet? Ons stukje universum is onvoorstelbaar klein. Er is nog zoveel te ontdekken. Dus, ga lekker op vakantie en verken het universum. Ik wens jullie een hele fijne zomer. Wil je dit YouTube-kanaal graag steunen? Like, subscribe en deel deze video. Je kunt ook dit super spannende kinderboek kopen voor kinderen van 7 tot 11 jaar via de website lichtstad.space of het sterrenkundeboek Telescopen en Tijdmachines via roysmits.nl.